Als je mij vraagt waarom naar Vleteren te komen als toerist, dan kan ik je direct enkele redenen geven. We zijn gekend als het groene bierdorp. Bier in Vleteren is alom bekend. Maar ook het groene moeten we gaan benadrukken. En dat groene kan je gaan beleven als je de dorpskernen verlaat en het platteland gaat verkennen met de huifkar, te voet, met de fiets, voor elk wat wils. Er zijn paden genoeg, er zijn routes genoeg die je kan verkrijgen op de toeristische dienst en de 4 infopunten hier op de gemeente. Hier zitten we dus op de Meestersmolen in Oost-Vleteren. Dus de Meestersmolen is een graanmolen die vroeger stond in de gemeente Gieverinkhoven. Het grootste deel van de mensen komen eigenlijk puur uit interesse, omdat dus een molen is ook een oud werkinstrument en de mensen zijn soms gedreven om een keer te stoppen en om te zien hoe dat alles draait en maalt in de molen zelf. Sinds een jaar of 20 heb ik samen met José de koppen samengestoken om het mooie molenaarsbrood te maken. José maalde en ik bakte dus, maar voedselagentschappen was ook streng gekomen en zo ben ik moeten zoeken achter een kleine plaatselijke molen, zodat ik hetzelfde product kan maken totdat José maalde in zijn molen. Ik ben Jörn Baron, te werk gesteld hier in het oud postje Molenhof in Oost-Vleteren. Ikzelf ben biersommelier, eerste bierschenker in 2016 van België. Onze bierkaart bevat een 300-tal bieren. Het restaurantgedeelte is ook gespecialiseerd op biergerechten, waar dat we de perfecte harmonie maken tussen het gerechtje dat de chef presenteert en het bier die wij presenteren aan tafel. We hebben één grote troef. We zitten in een driehoek tussen drie topbrouwerijen. We hebben enerzijds aan de overkant de Struisse Brouwers. We hebben Deka-brouwerij in Woesten. En we hebben de Sint-Sixtus-abdij, door iedereen gekend, de Trappistenabdij in West-Vleteren. Ik ben Guy de Poorter van OC in de Vrede. De horecazaak die recht tegenover de Sint-Sixtus-abdij gelegen is, waar je uiteraard de lekkere Trappist West-Vleter kan drinken. Mensen komen voor boterham, de abdijkaas, paté die gemaakt wordt met de Trappist West-Vleter. Mensen komen hier voor de streek, voor een wandeling te maken. West-Vleter, kleine gemeente, maar zeer gekend. Wieders zijn de Struisse Brouwers. We zijn gebaseerd hier in Oost-Vleteren, waar dat we Struisse bieren maken. In heel onze carrière en in ons portfolio hebben we zeker 100 biertjes al gebracht. Allemaal lekkere bieren, handgemaakt, met zorgvuldig gekozen grondstof en vele kanisterzaken. Ik ben Katrien Sampers en samen met mijn man baten wij brouwerij Deka uit. Wij brouwen zelf een 9-tal soorten bieren. Het mooiste compliment dat we gekregen hebben van een klant na een rondleiding was: wauw, wat een pareltje van een brouwerij. Nooit gedacht dat er hier zo'n mooie brouwerij was die hele lekkere bieren maakt. Ik ben Dani van Kwaadhem, samen met mijn vriendin Pascal Vermeijden baten wij naast ons landbouwbedrijf een kamperplaats uit Sixtusbos. Vleteren is bekend, zeker nog een keer voor dat bier. En gewoon weg, dicht bij de abdij. De mensen zijn nog, ze kruipen uit de mobiel om eerst aan ze vragen waar is de abdij. We zitten hier volledig tegen een fietsnetwerk. Wij hebben hier aan onze kamperplaats een knooppunt. De wandelroute van de Sint-Sixtus-abdij. En met de knooppunt hier leg kun je zeker 4 tot 5 fietsroutes doen. Er
Wij zijn vakantiehoeve aan de Vleterbeek en wij baten dus een hoeventoerisme uit. Wij hebben 4 glampingtenten en een vakantiewoning. Sowieso is het kamperen in luxe. Je zit in een tent, maar je hebt al de nodige luxe. Je kunt, je hebt je eigen sanitair, je eigen keukentje en ook sowieso de rust. Het landschap, dus je zit hier tussen de koeien en de schapen en de alpakas en tussen alle diertjes eigenlijk. Vleteren is natuurlijk centraal gelegen. Hier heb je ook sowieso al tal van wandelroutes, fietsroutes, dus voor iedereen al wat wils. Heuveland is heel dichtbij, de kust is dichtbij, Poperingen, Ieper zijn dichtbij, dus voor het oorlogstoerisme. Het is een beetje van alles te beleven hier in en rondom Vleteren eigenlijk. Wij zijn de zonnegloed. We zijn een warme thuis eigenlijk voor verwaarloosde wilde dieren. En die dieren kunnen hier blijven voor de rest van hun leven. Voor het ogenblik zitten we hier ongeveer met 135 soorten dieren. En de mensen kunnen op bezoek komen. En op die manier steunen de mensen ook onze werking om die dieren te verzorgen. En ook nog om meer dieren die in nood zijn op te vangen. Het mooiste compliment dat we al ooit hadden was iemand die zei: jullie zijn een verborgen pareltje in de Westhoek.